Jongens, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer Tekken spelen. Tekken. Ja, Sander, vandaag ga je weer Tekken spelen. Ik ben vandaag in mijn eentje, want Tekken doe ik altijd in mijn eentje. Lekker, Sander. We zitten op City Sky. Ik zit op een stoel, maar we spelen City Skylines. En ik ben eigenlijk even aan het rondkijken, want het is voor mij al een tijdje geleden dat ik dit heb gespeeld. En zoals je ziet, er is veel vraag naar inwoners en naar het medium blablabla. Ik heb weer geen zin om me helemaal op te noemen. Dus ik denk dat ik moet wel slim gaan doen. Want stel, ik ga deze weg. Kijk, je ziet het eigenlijk al. Het staat gewoon helemaal vast. Oké, ik ga het wel hier. Ja, hier zit allemaal ook al gebouwd. Dus dan kan ik het eigenlijk al plaatsen. Maar dan moet ik even kijken hoe ik dat de vorige keer heb gedaan. Ik denk dat ik het gewoon nog net wat verder ga uitbreiden. Nee, wacht. Ik kan gewoon dit zo hier nog vol kleuren. Zo, daar wil je ook echt wonen naast de snelweg. Maakt niet uit, ik krijg de inwoners door en ja, dat heb ik nodig. Zou ik daar ook? Nee, daar doe ik het niet. Oké, hebben we dat geregeld? Ze vragen ook, oh, jij vraagt naar water. Ze vragen ook naar winkels. Hier heb ik trouwens wel een erg klein stukje. Voor hotels. Dus ja, dan snap ik dat er niet super veel toeristen komen. Dus ik denk dat ik het vanaf hier. Kijk zo. En dan. Hoppa. En dan hier precies hetzelfde. Want we waren natuurlijk bezig met toeristen. Want dat zou heel veel geld moeten opleveren of zoiets. Maar dat heeft het nog niet gedaan. Dit heeft eigenlijk alleen maar geld gekost. Niet zo'n klein beetje ook. Doe ik gewoon nog helemaal lekker buiten een energiepaal. Heerlijk. Boom. En dan denk ik dat er op zich. Ja, kijk, dit wordt snel gebouwd. Dat zie je meteen al. En dit wordt ook snel gebouwd. Dat komt omdat er gewoon veel vraag naar is. En ja, als je dan zegt van ja, je mag hier zitten. Waarom zouden ze. Ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Sally Sophie. Oké. Gaat hier gewoon een random souvenir ding tussen al die hotels. Oké. Okay. Wat hebben ze nodig? Ze hebben ook wel highly educated nodig. Dus, moet ik even kijken voor de universiteit. Die is dat toch? De university staat er. Goed gedaan, Sander. Oké, dus er moet een universiteit komen, want er moeten slimme mensen komen om. Oké. Ik denk dat ik dan, als ik hem neerzet, doe ik hem hier. Of nee, dan doe ik hem hier. Maar daar hebben we niet genoeg geld voor. En het is echt nodig. Ik vind het nodig in ieder geval. Oh. Kut. Dat is. Ja! Dat kan dus niet. Oeps. Oh, oh. Het was er, Bennett, maar. Oké. Nice. 11.000 mensen. Wat kunnen wij nu? Train station. Hebben we niet nodig, vind ik. Kunnen we ook nog trams gaan aanleggen? Kunnen we doen. Maar. Kan ik hier niet een leuk standbeeldje inzetten of zo? Oh, ik heb nu genoeg geld. Hey. Hier. Hoppa. Dan worden die mensen allemaal slim. Allemaal opgeleid. Dus dan krijgen ze. Oké, ja. Dat was het. Maar. Oh, die staat er wel. Die staan er ook. Oké, nice. Want dan komen hier slimme mensen werken. En dat willen toeristen natuurlijk. Ik weet niet dat we niet domme downies komen. Sorry. Maar niet uit. Die TL was slim genoeg. A dead person is waiting. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Moet ik eigenlijk hier. Midden in de stad een crematorium. Sounds logic. Ja, want dit heb ik namelijk zo gebouwd dat het niet snel druk werd. Maar ja. Dan moet je dat ook aanpassen op je. Oeh, wat verdien ik trouwens niet weinig. Ik weet niet waardoor dat ineens komt. Maar boeken. Oké. Dus even wachten. Nog 1000. We verdienen al meer. Zo. Dan. A building is on fire. I don't give a shit. No more room. Ja, dat is een goeie. Heb ik al van deze neergezet? Ja, maar het is de vraag of ik al van die Inspiration.
Oh, hier heb ik er één staan. Lonely. Het boeit me niet dat ze de burn down zijn. Moet ik ze meteen wel even gaan naar gaan kijken trouwens. Ik denk dat ik er gewoon even eentje ga legen. Anders wordt dit namelijk ja, een klein gezeik. Heb ik niet genoeg politie... Oh. Oké, dat is echt best wel veel. Ik dacht dat ik alles goed had geregeld in deze steden, maar nope. Oké, dan zet ik hier even eentje neer. Oh ja, trouwens, het doel van deze serie is... Het is natuurlijk een serie en die, het kan dat ik om de ene of de andere dag ineens ga stoppen. Is niet waarschijnlijk, jongens. Rustig. Maar ik denk... Kijk, ze upgraden. Kijk dat ze upgraden allemaal. Dat is goed nieuws, goed nieuws. Maar ik denk dat, hoe noem je dat? Bij de 50.000 inwoners, zeg maar, dat ik dan ga stoppen. Als in dan, dan gaat deze serie niet meer verder. En dat doe ik dan omdat ik ook een nieuwe serie wil starten. Ik heb namelijk ook Sims en ik wil niet die nog als extra serie, want ik upload al 5 video's in de week. 4 op dit moment. Nou, ook wel een beetje 5. Verschilt een beetje, soms zitten er random video's tussen. En ja, daarom wordt het een beetje moeilijk. En even kijken, ja, ik vertrouw dat toch. Oh, maar staat ik op stil. Lekker Sander. Ik weet niet, ik vind het nog een beetje raar met die inwoners, met die toeristen. Want of er nou echt toeristen zijn, I don't know. Hier, visitors. Nou, dat zijn er wel veel, zeg. Oh. Waarom gaat hier iemand dood? Wacht. Waarom gaat hier iemand dood? Maar daar heb ik toch genoeg... Lekker Sander. Eigenlijk ook die neerzetten, maar dat kan ik wel niet. Hier, die heb ik gewoon. Dus als dat ding... Nou eens even zijn werk gaat doen. Hier, Hurst in use, 5 of 10. Dan kan je toch even hierheen rijden, of is dit er één? Oh mijn god. Oh mijn god. Sorry, maar je staat hier. Daar is iemand dood. En je laat hem gewoon lekker staan. Wat is mis met mij, deze mensen? Oh, eindelijk komt de lijkenwagen. Zo, dat heeft wel even geduurd. Ja, daar kon ik niks aan doen dat het zo lang heeft geduurd, hoor. Maar we gaan even kijken wat er nog meer aan de hand is. A building has burned down. Ja, kan dat niet even automatisch worden weggehaald voor mij? Ja, building is on fire. Ja, komt er nog brandweer? Komt er gewoon geen brandweer. Oh, ah, daar is de brandweer. Ik weet niet of ze nog op tijd zijn. Ah, nee. Het is toch een triest gebeuren, sorry. Ik heb toch gewoon gedelete. Maar nee, ik heb toch gewoon gedelete. Ja, lol. Er kwam net zo'n random boom. Oké, dat was wel even mooi. Ze willen iets meer industrie. Dacht ik even, is iets meer industrie. Oh ja, je kan trouwens ook nog kantoren voor slimme mensen gaan neerzetten. Dat zijn zeg maar van die ja, banen op kantoor. Dus niet dingen maken, zoals domme mensen doen, maar dingen bedenken. Dat soort dingen bedenken. Dat is een goede omschrijving. Dus dan ga ik hier even uitbouwen. Ik wil op deze weg, nou ja, ik weet niet of dat heel slim voor mezelf was, maar niet uit. Even kijken, 2000. Volgende weg is 3100. Zo meet ik of ze gelijk zijn. Dat is een handig tipje. Want dan ziet het er tenminste hetzelfde uit. De volgende is 4400. En die laatste, die gaat denk ik net niet meer passen. Dan ga ik hier kantoren. Wat is dit? Oeh. Nou, dat kan een leuk ding zijn. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik heb namelijk nog nooit bij iemand gezien. Maar het kan een leuk ding zijn. Wat is dit? 2. Ja, maar daar heb ik geen zin in.
We gaan ook even... Die moet ik hebben. Dus we gaan hier kantoor voor slimme mensen aanleggen. Kijken of we ook meteen mensen gaan werken. Komt wel. Komt wel. Komt wel goed. Komt wel goed. Dan heb ik nog maar een klein stukje gedaan. Oh, wow, 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 wow. Gaat het niet goed? Ja, dit haalt het weg. Maar dit kan er niet genoeg weghalen. Dus ik moet gewoon even een nieuwe bouwen. Heel simpel gezegd, ik moet gewoon een nieuwe bouwen. Garbage. En nog één. En nog één. En nog één. Nou, als het nu niet goed is... I don't know. Gaan ze allemaal weg. I think. I hope. Ja. Kijk. Zie dat ze er allemaal langs gaan. We kunnen trouwens ook... Ik weet niet of ik dat op dit strik heb aangezet... Adult, children, senior, young. Kan je ook ergens zien? Nee, dat kan er niet. Dat heb ik volgens mij niet aangezet. Ja, de case boot heb ik wel aangezet. Wat is dit? Ja, die ga ik uitzetten. Want nu ga ik geld verdienen. Let maar op. Ja, kijk. Ik zei het, ik zei het. Oké, okay, niet heel veel gehaald, maar dat maakt er niet uit. Waar komt dat nou? Oh, hier, free public transport. De bussen rijden hier... Oh. De bussen rijden hier dan gratis. Dat lijkt me wel even zo handig. En weet je, op zich, het zit nog niet eens zo heel vol met, met het verkeer. Ik ga dan eens even kijken hoe dat op andere plekken gaat. Nou ja, wel rood, rood. Dit heb ik heel slim gedaan, volgens mij. Weet je, ik vind het nog meevallen. Ja, hier is het wel druk. Maar dat komt omdat ik eigenlijk moet ik dit gaan weghalen. Daar was ik ook mee bezig, by the way. Dus daar ga ik weer mee verder. Dit muziekje trouwens. Geweldig. Zo. Is hij al leeg? Oeh, dat gaat nog wel even duren. Geef me by the way ook wat tips, weet je. Want ik ben, ik snap het wel, maar ik ben natuurlijk ook niet de beste. En dan zullen kijkers me wel uitlachen, denk ik. Oké, was even wat. Ik heb al gezien dat er stond garbage peeling up. Oh, sorry. Rustig, rustig. Heerlijk. Garbage. Ze zeggen wel garbage peeling up. Maar dat, nou, dat vond ik eigenlijk niet. Ik kan trouwens niks meer kopen. Dat is wel jammer. Dat is jammer. Maar ik moet dit echt gaan veranderen. Dit moet ik echt gaan veranderen. Kijk, op zich, deze splitsing is heel handig. Alleen moet dit gewoon een veel bredere weg zijn. Ja. Nu is er weer meer vraag naar. Dat komt omdat ik dit natuurlijk aan het weghalen ben. Mijn inkomen gaat daardoor ook omlaag. Dat is vrij logisch. Nice, 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 nice. Crematorium kan ik nu en een nieuw area. Zit op de 18.000. Road to 50.000. Ah, doe maar gewoon zo. Ja, ik denk dat ik hem dan weer hierheen uit ga breiden. Oké. Okay. 5600. Hoe kan dat nou? 5600. 5. Oké. Okay. 400. Hoppa! Ik vind het echt beest. Moet ik niet vergeten hier ook water in te leggen. Goed, dat ik dat weer. Ik moet het uiterste precisie worden gedaan. Niet gewoon krassen. Dit is by the way een iets kortere aflevering dan normaal. Komt omdat ik zo meteen afspraak heb. Bij de tandarts. Leuk. Ik hoop niet dat ik weer van dat spul moet. En daar heb ik echt... Oh, dat gepiep. Water dan moet ik aanleggen. Kijk, met de tandarts.
moet ik best wel vaak van het tandsteenspul weghalen, omdat ik mijn tanden gewoon niet goed poets. Maar ja, dat, kijk, het weghalen, dat is niet vervelend. Dat geluid. Dat is geen Sound of Dreams, zal ik je vertellen. Dat is echt naar. Naar niveau 10 gewoon, dat geluid. Ik kan daar gewoon niet tegen, denk ik, van de reden. Ik ga hem trouwens wel even op versneld zetten. Kunnen ze hier weer dit... Picking up my trend. Moet ik hier even een weggetje aanleggen. Is het één baas? Nee. Eén kant op bedoel ik. Die moet er weg. Space already occupied. Het gaat toch helemaal met je space already occupied. Oké, doe ik het over nog deze. Ja. Oh, shut the up. Is hij nou scheef? Hij is scheef. Dat komt mij natuurlijk weer. Ik zie er bijna niks. Voor mij hangt helemaal rook of zo. Oké. Het heeft trouwens ook geen zin om hier bomen neer te zetten met een weg. Ze gaan namelijk allemaal helemaal naar de tyfus. Maar. Dat heb ik ook weer gefixt. Crime rate is high. Crime rate is high. Nou, dan ga ik daar wat voor verzinnen, hè. Maar dat kan inderdaad wel dat het een beetje high is. Nu niet meer! Nee. Oh, kut. En waar krijgen ze stroom van als ik vraag? Oh ja, van dat. Dat levert namelijk ook stroom op. Ik heb weer wat geleerd. Oh, lekker. Zijn pas echt veel dingen aan het upgraden. Dat is nice. Dat is very nice. Het gaat hier nog allemaal goed. Hier met het water gaan er allemaal goed. Ik moet trouwens wel. Kijk dan. Dit is gewoon te erg geworden. Het ligt hier helemaal vol met kak. Was dit? Water treatment. Don't want to pump water sewers into body. You can build a water treatment plant to reduce it. Oké, kijk. Als ik deze hier neerzet, dan kan dat gewoon. En dan, hoe heet het? Dan komt er niet zo kapot veel van dat vieze. Nee, komt er niet. Ja, wat je nu hebt is dat er heel veel scheid komt. En dat willen we natuurlijk niet. Ja, I want to proceed. Dus gaan we die even weghalen. Dan hebben we nu gewoon water. Want dat verzucht dit namelijk. En dit gaat afnemen. Als het goed is, hè? Kijk, kijk. Je ziet het al? Je ziet het eigenlijk al gebeuren. Ik moet gewoon even deze voorpakken. En dan. Wacht even. Wacht wat. Kom mij weer, hè. Ja, ik ben even aan het kijken, hoor, want ik dacht dus dat deze water pompt, maar deze voeren het uit. Denk ik, hè. Ja, niemand heeft last van scheid. Nee, oké. Nu snap ik hem. I get it. Maar, dit was het einde van de... Ja, dus wat kortere video. Vond je deze video toch weer leuk? Doe dus een blauw duimpje omhoog. Laat me in de reacties achter. Of deze serie echt nog leuk is. Of dat ik met Sims moet gaan beginnen. Want ik wil wel doorgaan. Maar weet je, het ligt aan de kijker. En daar draait het hele kanaal om. Dus tot de volgende keer, zeg ik nog maar één ding. En dat is... Later!